Snelle jongen! Dunne jasje! Je hebt het weer voor elkaar gekregen. Wow. Je bent weer aan het kijken. Ja. Je bent jezelf weer aan het blessen met de nieuwe video van Iemand Liefs, man. Wow. Hey, vandaag special guest Quinta. Lex. We zien het. Lex. Benen. Ik heb gehoord, Ali gaat benen alleen doen vandaag. Bro, besef. Normaal ging ik vandaag benen trainen met Alessandro. We hadden afgesproken. Chik, chik, bam, bam. Je weet wat wat is. Ik bel die man. Ik zeg, bro, ik ben mijn nieuwsliefs in Antwerpen vergeten. Ik moet richting Anta gaan. Bro, zijn antwoord was, oké, bro. Free Ali, bro. Free Ali. Goed, bro. Free Ali, sowieso, free Ali, man. Stem nu, gaat hij benen doen, ja of nee? Hey, bro, stop deze video even. Laat even weten, gaat Alessandro Lex trainen vandaag of niet? Dat is echt, ik denk... Morgen gaan jullie het weten, bro. Ik weet niet, morgen gaan jullie het weten. Ik hou jullie op de hoogte. Vandaag een deload sessie in Antwerpen. François gaat aanwezig zijn. Mooi, al die spupas gaan aanwezig zijn. Jullie weten wat de deal is. Hey, boys! We zijn heb bijna... Heb je die video gezien van... Bro, nee. Ja? Stop met zeiken. Huh? Laat me uitpraten. Okay. Laat me even mijn promo doen, ja? Ah. We zijn bijna op die 4000 abonnees. Man. Abonneer iets, bro. Abonneer. Nog steeds gratis. Nog steeds gratis. Even een klein applausje. We zijn bijna bij de 4000 abonnees. Ik hoop dat jullie deze maand veel bij hebben geleerd. En nu is het tijd om te upgraden, man. In februari gaan we net een stapje harder gaan. Gaan we zien wat beter kan. Welke nieuwe content ik kan maken voor jullie. Want ja... momenteel laat ik jullie mijn trainingen zien, et cetera, maar mijn trainingen veranderen niet echt veel, alleen het gewicht. Dus we gaan kijken wat we kunnen doen, hoe we beter kunnen worden. Dat is het doel, man, van 2024. Je pakt een maand, je focust je op die maand en de volgende maand ga je verder doen en beter doen dan de vorige maand. En zo op het einde van het jaar heb je 12 maanden progressie geboekt, man. Bro, weet je wat ik heb gehoord? Vakka. We gaan 1 kilo skier eten. Wauw. Wauw. Bro, maar de mensen weten niet, bro. Ik ken skier. Er zijn sommige mensen, bro, wanneer die skier eten, die kunnen echt tak, 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 die kantelen die skier, bro. Kwark. Kwarktas. Jullie kennen hem, Alberto Steegman, a.k.a. Colin. Zo is een shout-out naar hem, bro. Hij pakt die man die kwark. Zijn, waar jij zijn squat PR voor vier ja, die guy. Die squat PR voor vier, ja, okay. Die guy die ik ook op EK en WK heb gebied. Ah, juist, juist, juist. Ah, die dat jouw singlet ging geven. Ja, die guy. Yes, ja, die guy die zich niet eens een woord heeft gehaald. Die guy. Mohim, bro, die man, pak skier, bro. Bro, lepel per lepel, ik vind dat echt gek. Dat, laat iets weten dat ook, laat doen. Nog een comment als iemand ook een kilo moeten skier. Moeten hun 20 comments laten? Ja, dat zo, één en dus, abonneren. Die willen niet eens één comment laten, hey, bro. Kom laat op, man. 20 kom comments, op, man. Bro. Kom op, man. Weet je waar ik zin in heb, bro? Vertel echt me. In een monster, bro. Weet je wat ik in mijn rugzak heb, bro? Echt, Yusu? Kijk, maar mooi, maar eentje. Je mag niet kijken. Okay, die peach. Yo, die Lewis Hamilton. Eerlijk, vroeger, ik was altijd... Mijn favoriete monster was die groene monster. Hey. Hier sta je dan aan het kijken hoe je die mic opnieuw kan maken. Boys, we waren dus gewoon aan het opnemen met deze mics. 20 euro, bro. Opeens die valt. Bah, kapot. Twee Donnie, we gaan die ding gelijk bestellen ook. 15 euro zelfs. We zijn op besparen. Out of stock. Out of stock. Nee. Kanus, man. QQ, ken het van die mannen? Kennen van die mannen? Op story is het, eat real food, eat some beefstick. En in de gym is het hier, 1 gratis wafel per persoon. Soldatenwerk. Okay. Ik hoor je. Toch lekker. Ik hoor je. Weet jullie wat het ding is met deze wafels toch? Ja? Bro, dat is bullshit. Daar zit geen 11 gram protein in. Ik heb me niet schelen, bro. Daar zit geen 11 gram protein in, bro. Daar zit echt geen 11 gram protein in, bro. Don't believe everything you see on the internet, man. Zij zegt net, jij ziet er gewoon slechter uit, bro. Maar waarom zegt ze, ik weet nog steeds evenveel? Wauw. Maar wat ging er naar? Op jouw leeftijd? Wat? Laat je zo pakken? Wauw. Dat ik gewoon eet wat ik wil, maar ik blijf evenveel wegen. Ja. Oh ja? Ik maak je mopje. En dan zeg ik tegen mij dat ik kankerlelijk ben. Maar dat bent je ook, bro. Kijk hoe mensen zijn geswitcht. Hè. De eerste keer dat mensen naar Atlas kwamen, was het van... Pre-workout? Ik zal dat zelf wel pakken. Nu is het, iemand geeft me 3 scoops. François geeft me 3 scoops. Ik pak 2 potten boven, opeens heeft niemand pot bij. Zo werken die dingen. Ah. Kijk, weet jullie wat echt een prof... Vandaag ga ik jullie laten zien wat een professional scooper is. Een professional scooper die gebruikt geen beker. Bismillah. Brother, I have for you some Rocky Talkie here, brother. This is better. Nee. 3 scoops. Damn. Ha 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 ha!
hair, dat zal echt veel doen. Light work. Lightweight. Some Rocky. Some Taki. Some Rocky Taki business, jullie weten wat is, jullie kunnen bestellen met Imatien. Let's get it. Wil je met me trouwen? Wil je met me trouwen? Ik ga ervoor zorgen dat je elke dag 4 koffiekoeken eet in de ochtend. In mijn bekertje met water. Waarom haal je dat zakje er nooit uit? Dat is te veel poeder voor in mijn mond. Eerste set van vandaag, 230 voor 5. Let's go. Die was easy, nu gaan we gelijk door. 2 sets van 5, 220 kilo. Hi boys, we zijn klaar met squatten. Ik was straks aan het praten met Quinten toen ik net in de gym binnenkwam. Die man zegt tegen mij, bro, je hebt die load toch? Waarom doe je altijd zo weinig op Bulgarian split squats dan? Ik zeg, bro, als ik wil, ik push. Ik heb gewoon, snap je? Ik heb altijd zware squats. Dan heb ik geen energie meer over voor die Bulgarians. Die zegt hij tegen mij, je bent een pussy. Bro, vandaag ga ik hem laten zien, wat zijn de zwaarste dumbbells in de gym? Ik denk 47. Vorige week heb ik bij 6 met 30 gedaan. Vandaag ga ik gooien met 47. Inshallah heb ik straks dezelfde energie. Na die eerste set. Ik hoor je. Anders je bent een kleine spitta. Je zei, ik heb net die dumbbells gepakt. Zwaarste zijn 45. Nee. Julie. Zwaarste is 45. Julie. Wat zijn de zwaarste dumbbells hier in Atlas? 47,5. Bro, je moet nog 2,5 omhoog, bro. Ik heb alleen de 45 gevonden, man. 47,5 is maar als je loopt. Bro, fuck dat, man. Nee, bro. We gaan die halen, bro. Jij bent geen man van je woord? Nee, man. Jarne en ik, we gaan voor jou Alex eentje halen, ja? Als jullie die gaan halen, oké. Service, man. Service. Ik hoor je. Kijk wat die mannen allemaal doen om mij zien leiden, gewoon. Ja? Oh! Oh, je kan bijna mijn voet om me slaan, man. Ja. Bro, ik heb meteen echt mij in verband. Bismillah. Weisse, spepa! 12! Waar is die 4-2-0? Hè? Waar is die 4-2-0? Ik heb bijna flauw wel, bro. Ik zie zwarte stipjes voor mij. Wauw, werkerig! Nu nog die andere put. Ik mag niet timer anders, ik ga dat niet halen. Wauw, ja. Dit de broer! Oh, joh. Je hebt 12 gedaan. Nee, bro, nog. Ik heb maar 5 gedaan met links. Moet even rusten, man. Weet je wat het ergste is? Ik heb 12 met rechts gedaan. Dus ik moet 12 met links. Dus ik moet nog 7. Ik moet nog 7, broer. Let's go, man. Hoi, joh. Kijk hoe ik aan het zweten ben, man. Opgepompt, boys. Opgepompt. Een van de gekste pomp-reworkouts die ik ooit heb getest. Ik hou echt van deze, man. Van die zweet. Van die focus. Dus echt een aanrader, man. Deze is geen bluff. Test ze zelf uit en je gaat zien, man. Einstein, maakt me niet eens uit of je mijn code gebruikt, bro. Het is gewoon die kwaliteit. Oh, de. Maar nu, het ergste van heel de workout, man. Al die plates en dumbbells opruimen, man. Libby is taai, bro. Dat was het dan, de trainingssessie van vandaag zit erop. Vandaag was eigenlijk een kleine deload sessie. We hebben maar 3 setjes gesquat. Daarna hebben we wel Bulgarian split squats gepusht. En ik zeg jullie heel eerlijk, bro, onmogelijk dat ik Bulgarian split squats op deze manier push nadat ik heavy heb gesquat. Onmogelijk, bro. Dus dat is wat ik jullie een beetje duidelijk wil maken. Snap je? Jullie zien me altijd misschien een beetje minder hard gaan op die Bulgarian split squats de vorige weken. Maar dat is gewoon omdat squats gewoon zo'n grote impact heeft, bro. Na 4 sets squatten en ook nog heavy, bro, ben ik dood. En kan ik Bulgarians gewoon niet pushen. Snap je? Maar bro, push die.
Jij moet die pushen. Ga je deze even gaan halen? Laten we deze eten, man. Even warm maken in de gym. We hebben het kapot gemaakt. Nu is het tijd om te eten. Nu moeten we een gym zoeken met 50 kilo dumbbells, of niet, bro? Dus reageer die gyms met 50 kilogram dumbbells. Een derde comment vandaag. Waarom moeten we de gym kapot komen maken? Laat het weten. Dit was de video voor vandaag. Vergeet niet te abonneren. Vergeet zeker Want jullie zijn sowieso gierig met die abonneerknop. Kom op, man. Die is gratis. Duwen moet je. Man, even omdraaien. Andere kant. Andere kant. Andere kant. We wandelen nu even naar daar. Boys. Dat was het. We hebben niks meer te zeggen, man. Mijn leg day is nog steeds niet gedaan. Maar de boodschap van vandaag is... Neem jouw tijd. Jouw training beter goed doen dan dit speedrunnen. Meer moet er niet gezegd worden, man. Ik zie jullie morgen, boys.